Flip Maarschalk reweert de achterblijvers. Het gaat over de mensen die achterbleven toen koningin Wilhelmina en prinses Juliana toen en prins Bernhard gevlucht werden in de eerste meidagen van 1940. Ik dacht aan, aanvankelijk moet ik dat nou gaan lezen, zo'n groot dik boek. Is dat wel interessant, maar dat blijkt toch wel heel erg het geval te zijn. Het gaat niet zozeer over de achterblijvers, ja die komen ook aan bod. En hebben die achterblijvers gewoon hun salaris doorbetaald gekregen? Ja, min of meer wel, met kortingen, maar het ging toch gewoon door. Maar het gaat meer over het inventaris van het hof en over ja, het hof zelf. Waar bestond zo'n hof nou uit? Wat voor mensen waren dat allemaal die daar in dienst van de koningin waren? Daar krijg je wel een heel mooi beeld van. Het moet wel heel erg veel werk geweest zijn om dat allemaal uit te zoeken. Maar dat heeft die Maarschalker weer goed gedaan. En het is een heel boeiend boek geworden, vind ik. Het interessante waar het eigenlijk over gaat is niet de achterblijvers, maar over de inventaris van het hof, over wat er al in al die paleizen stond aan, en hing aan schilderijen. En hoe die schilderijen ja, voor een deel werden weggestopt en voor een deel dus uit het paleis verdwenen. De Duitsers die wouden het allemaal wegroven, maar door traineren en allerlei chicanades hebben die mensen aan het hof dat allemaal toch wel aardig weten te voorkomen. En ze hadden steun van de liquidator, de Duitse liquidator, meneer Bokamp, Karel Bokamp, die ervoor gezorgd heeft dat toch heel veel gewoon in die paleizen aanwezig bleef. De paleizen zelf bleven ook overeind, hoewel Huis ten Bosch bijna werd afgebroken vanwege het feit dat in het bos daar de V2 werd weggeschoten. Ja, ik vond het een erg boeiend boek. Heel interessant en ongelooflijk wat je allemaal te horen en te lezen krijgt over hoe zo'n hof nou eigenlijk in elkaar zit.